Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van mij, FireCoolKillerJ. Vandaag gaan we weer een keertje racen in GTA Online. En dat doe ik weer een keertje met It's Entity, oftewel Entity TD. En een linkje naar zijn YouTube kanaal zal natuurlijk ook in de beschrijving van deze video staan. Dus check zijn kanaal ook even als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we beginnen. Shit. Oké, we gaan beginnen. Het is een muscle race en ik zit in mijn Dominator volgens mij. En Entity is hier ook ergens, die rijdt voor me. En iedereen heeft een iets snellere auto dan mij, wat behoorlijk kut is. Want ik wil natuurlijk gewoon deze race winnen. Kijken of we in een slipstreampje kunnen komen. Oh shit, oh shit, oh shit. Nee, oh shit. Mensen doen echt gek, man. Voor die eerste plek. Iedereen beuk je gewoon. Oh mijn god, nee. Mijn hele auto gaat gewoon helemaal naar de tyfus hiervan. Laat het wel even duidelijk zijn. Op welke plek ben jij, Entity? Ja, 12 ben ik. Was er eerst. Ah, ik sta nu op plek 8. Oké, we moeten wel proberen deze race. In ieder geval één van ons moet hem winnen. In ieder geval in de top 3, toch? Dat is al ja, gewoon een. Ik vlieg de hele tijd uit de bocht en ik kan weer tegen een boom maken. Dat wordt hem niet voor mij. Oh shit, ja, ik heb ook hetzelfde probleem. Ik sta nu vijfde, man. Ik wil sowieso wel in de top 5 blijven. Oké, ik sta vierde. Oh mijn god, deze auto, ik heb hem zo niet geüpgraded. Dit was een van mijn eerste auto's in GTA Online volgens mij. En volgens mij zit er nog een motor upgrade 2 op ofzo. Dus het verbaast me überhaupt nog dat ik vierde sta van de 16. Kom okay. Iets dichterbij. Ik hoop dat ik gewoon... De auto dreeft weer zoveel. Oké, ik heb best wel afstand opgebouwd tussen de vijfde plek en mijzelf. Holy shit. Deze auto stuurt al voor geen meter meer door al dat gebeuk. Dit is wel fucking kut. Ik kan dus zeg maar mijn banden die zijn nu op dit moment een beetje gebogen. Waardoor ik gewoon echt amper kan sturen nog. Elke bocht dan slipt mijn auto echt heel erg. Ja, mijn auto ook. Ik kom tenminste bij de derde plek in de buurt. Dat is een goed ding, denk ik dan maar. Ik ga nu 9e, 8e, 7e. Daar in die achterste massa is niet zo moeilijk, want al die mensen kunnen niet rijden, weet je. En ze beuken je ook gewoon keihard. Maar ze knallen alleen maar tegen mij aan. Ja, dat bedoel ik. Ze kunnen niet rijden. Ja, dat is juist heel irritant. Dat is fucked up, dus dan sta ik 16. Oké, ik sta nu nog steeds vierde, man. Ik ga denk ik ook niet die andere guy inhalen, want die heeft zijn auto wel helemaal volledig geüpgraded. In deze race kunnen jullie Entity waarschijnlijk niet zo goed horen, want ik ben vergeten mijn geluid van mijn game op 2 streepjes te zetten. Maar ik ben vierde geëindigd, dus ik denk dat Entity een DNF gaat krijgen deze race. Ik hoop het natuurlijk niet voor hem, maar... Nee, ik kon zesde worden. Ga je DNF krijgen? Oké, wacht. Nee, ik zat tiende. Ik zet even snel mijn game sounds achter. Negende. Oh. Zo, op dit moment kunnen jullie Entity gewoon als het goed is weer horen als hij praat. Dat is wel sowieso tof. En we gaan kijken wat we er in de volgende race van kunnen maken. In deze race ben ik uiteindelijk vierde geworden. Dus op zich voor de eerste keer tegen zoveel mensen racen. Vierde plek is wel oké. We zijn echt al 20 minuten bezig om een race te vinden. Want ja, eigenlijk wou ik deze met jullie opnemen, de kijkers. Maar niemand reageerde op de Twitter post. Dus toen hebben we het maar zo gedaan. Dus let's go to the next one. Nou, dit is dus een sports classic race die we zo gaan spelen en de first person lock staat aan. Wat natuurlijk echt super kut is eigenlijk en Entity vindt het ook super kut. We kunnen onze eigen auto's ook niet gebruiken, dus dat is ook nog eens extra kut. Let's do this, zal ik zeggen. Ja, dit wordt hartstikke leuk. Deze host is echt goed. Ja, iedereen heeft ook dezelfde auto. Oké, ik sta eerste. Jee, ik ben eerste. En laatste. Ja, iedereen mag ook rijden voordat ik mag. Ja, ik sta eerste, jongen, ik wil deze plek behouden. Kom op. Geef gas, auto. Geef gas. Niemand kan zijn eigen auto's gebruiken, toch? Holy shit. Holy shit. Dit is zo irritant als first person. Hè. Je weet, als je gebeukt wordt, weet je gewoon niet meer waar je heen moet sturen. En dan ga je van de eerste plek
Ga je naar de fucking 11e plek? Ik sta tweede. Ja, ik stond eerst, ik sta nou 11e. Wauw. Moet ik even goed blijven rijden. Oh, deze mensen kunnen ook gewoon niet rijden. Wauw. Echt serieus, ze stoppen zomaar midden op de weg en zo. Ze verpesten gewoon die hele fucking race. Als ze nou gewoon gas blijven geven en gewoon normaal door de bocht heen sturen. Nee, hey, ze zitten heel dicht achter mijn neus. Ja, dat is echt kut, want ze gaan gewoon in je slipstream rijden. En dan beuken ze gewoon keihard en dan ga je alle kanten. Ja, ik sta derde. Deze gast nog even inhalen. Kijk, dit is zo kut. Ik weet niet hoe... Ik kan mijn bochten niet goed inschatten, man, in first person. Dat is echt zo lelijk. Heb jij er ook last van, of niet? Hey, ik rem gewoon op tijd. Oké, wauw, we kruisen elkaar hier ook. Ja, dit is echt lelijk, man. Ik vind het echt de ergste race. Ik zit echt heel erg dicht op de tweede en op de vierde. Oh, nou, ik word gewoon ingehaald. Ik sta auto is te slow. Ik sta gewoon nog steeds 11e, man. Yes, deze gast die maakt een fout en dan knalt tegen mij aan. Ja, dat is lelijk, hè. Dat had ik dus net ook. Ik stond naar de eerste, ik werd één keer gebeukt en daarna beukt iedereen tegen me aan. Waardoor ik ook me fucking niet kon herstellen. Het is echt fucking lelijk, man. Echt super. Ja, gewoon weet je, oké, je kan zelf niet rijden. Gaat dan niet verpesten voor de ander, toch? Ja. Deze gast ligt op de kop, deze gast die gaat ook ineens langzaam rijden. Dus nou, ik ga sowieso... Dan lopen er ook weer twee voor me. Ik ga sowieso DNF krijgen. Ik zit zo dicht op de tweede en de eerste. En nog maar een paar bochten. Kom op. Oh nee, iemand geeft me een duwtje. Ja, oké, dankjewel. Dan sta ik eerste bijna. Ja, ik ga sowieso DNF krijgen. Deze gast maakt weer een verkeerde bocht. Kom op. Kom op, pak die slipstream. Auto, pak die slipstream. Top, ik sta eerste. En hier is de finish. Kom op, ik was sowieso in de top 10 eindig van al die mensen. Fuck, nee! Nee! Deze gast is echt een bitch. Tiende. Tweede. Fuck. Tiende. Die gast die gaat tegen de achterkant daar beuken en draait een rondje. Negende. Wow, kan er me nog achtste... Hey jongen, beuk niet tegen me aan! Ah! Oh mijn god, deze mensen. Kom op, ik wil sowieso negende worden, jongen. Niemand gaat mij meer inhalen. Oh shit. Oké, ik ben negende geworden. Wauw. Oké, deze race ging niet super lekker, maar ja, ik ben ook niet de beste in first person. De vorige race waren we vierde, tweede race zijn we negende geworden. En we gaan kijken hoe we de volgende race gaan vanaf brengen. Oké. Nou, dat was leuk. Oh, deze man stopt gewoon voor de finish. Wauw. Oké, volgende race zal ik sowieso echt wel top 3. Jij bent derde, toch? Nee, tweede. Deze gast, hè. Dit lijkt sowieso first person nep shit. Dit Infinity Turtle, dan word je zelf nog 70. Kan niet rijden. Klotzak. En dan gaat hij zelf ook nog disliken. Ja, terwijl hij hem zelf heeft ingesteld. Ja. Nope. Oké, wat gaan we doen? Power trip, motor race. On the go. Is die leuk? Ja, gewoon on the go. Ja, ik weet niet of het leuk is, maar hij klinkt goed. On the go. Gaat nog even editen en zo, man. Ja, ik render hem vannacht. Hé? Hey. Als ik op bed lig, ga ik hem renderen. En ik edit hem zo meteen direct, ja. Dan gaat hij hem op motorcycles doen. Nee joh. Dan donder ik alleen maar van dat ding aan. Heeft hij custom vehicles heeft hij ook uitgezet. Fijn. Nou, dat is op zich wel weer leuk. Dat is op zich wel leuk, man. Dan heeft iedereen tenminste hetzelfde.
Ja, oké. Okay. Motorcycles niet leuk, want ik flikker dan alleen maar. Ik ga gewoon de Hakuchu doen. Ik doe de Akuma. Die heeft de hoogste acceleration van het hele spel. Ja, dat wel. Deze heeft die ik heb gekozen. Oké, dames en heren, we zijn aangekomen bij race 3. En race 3 is een motorcycle race. En de host is echt een dikke dombo, want hij zet custom vehicles uit. Maar het maakt verder niet zoveel uit. Ik heb de Akuma gekozen. Ik weet niet welke auto Entity heeft. Of welke auto, welke motor Entity heeft. Maar we gaan kijken of... Amushamu Shamu ofzo. De Amushamu Shamu? Oké. Nou, Entity heeft dus de Amushamu Shamu. En ik ga proberen deze race eindelijk een keertje te winnen. Want misschien kan ik wel op motorcycles racen. Want ik ga erover op de snor. Ik sta eerste. Yes! Oh nee, nee, nee! Ik zit tussen twee en... Oh nee. Ja, oh, ik ga dood. Hoezo ga je dood? Ah... Ja, oké, okay, ik stond eerste, nu sta ik gewoon lekker vijfde. En nu sta ik weer eerste. Ja, mooie twaalfde. Kom op, pak zijn slipstream, jongen. Oh, dit is op zich wel gruwelijk, man, die motorcycle races. Ja, ik wist gewoon dat ik dit dood zou gaan, hè. Ja? Oh! Oh, nee! Nee! Ik ben gewoon dood! Deze moet je zien. Ik ga over een rots en ineens knal ik tegen zo'n loopbrug aan. Echt? Ik pakte die bocht bijna perfect, man. En toen ging ik, knalde ik tegen de fucking stoep. Oh, ik sta laatste. Oh mijn god. Sta je de laatste entity? Dat zijn we niet van je gewend. Ik sta vierde, man. Kom op, man. Ik wil dit winnen. Ik wil dit winnen, man. Weet je hoe intens? Waarschijnlijk is het niet eens zo intens om naar te kijken. Maar het voelt gewoon fucking intens, jongen. Deze race. Gewoon omdat iedereen even snel gaat, weet je? Is het down niet al gewoon simpel in? Misschien moet ik alleen maar gaan motorracen, man, want ik ben er best wel goed in eigenlijk. Ik ben er juist totaal niet goed in, dus doe dat maar niet. Oké, respawn, kom op. Kom op! Oh mijn god, toen stond ik zevende. Nee! Ik nam de bocht niet! Oh, wat ben ik een dikke mogol! Daar ben jij, jij bent nog steeds laatste en tien. Nee, 12e, 11e. Ik ben dood. Oh, het begon zo goed. Waarom gaat het nou zo slecht? Hey, ik ben bij jou. Hey man. Nou, zullen we dan maar rustig naar de top rijden? Ja, laat dit even... Ah, nee joh! En dan weer de baan uit. Wat? En dan weer de baan uit. Waarom? Je moet gewoon denken dat je echt op zo'n motor zit, weet je? Binnenbocht naar buitenbocht. Van binnenbochtje naar buitenbochtje, op het moment dat je zo'n scherpe bocht hebt, gewoon je gas loslaat. Dat is meestal wel genoeg. Ik krijg de slipstream van jou in de bocht en dan ga ik iets... Oh kut, boom. Yo. Oh shit. Oh, ik zit net helemaal zo verhaal te vertellen van ja, je moet het zo en zo doen, want dan gaat het wel goed, boom. Oh, de. Het is kut als je wielen van de grond afgaan, man, dan ben je gewoon de controle over je motor kwijt. Ah, ik word... Ah, wat de fuck zeg... Ah, ik stond gewoon de hele tijd in de top 3, hè. Ik stond gewoon de hele... Wauw, het is al afgelopen. Wauw. Why? Oké, tot de volgende race. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij de laatste race van vandaag. En dat is ook weer een bike race. En dit keer kunnen we allemaal lekker genieten van de dirt roads en de Sanchez motoren. En ik werd net gebeld. Een beetje onhandig moment werd ik gebeld. Maar ik sta inmiddels alweer zesde, dus dat is een goed ding. Entity, waar ben jij? Ja, negende, want ik ben meteen weer dood gegaan. Waarom ga je deze tijd? Ik zat midden in tussen al die mensen en toen, ja. Ik heb een sandwich. Ja, dat is fucked up. Oké, kom op, ik wil je slipstream terug. Ik wil die slipstream terug. Waar is je slipstream gebleven, man? Ah, ik heb slipstream nodig. I need that slipstream, the slipstream is what I need.
Yeah, daar is die weer. Ah, kut, in een bocht. Wauw. Kom dichterbij. Ja, ik zit bij de top. Oh, ik zit gewoon bij de top 6. Dat is één groepje op elkaar. Ja, dat zie ik. Ik wist de 8. Oeje, kom op. Ga er voorbij. Geef me een beetje van je slipstream. Dan nou! Waarom zijn ze allemaal zo gemeen? Yes! Zevende. Iemand gaat op zijn bek! Yes! Anders sta ik zesde. Oh, ik sta derde. Ook weer ingehaald. Oh, ik sta eerste! Ga ik voor het eerst een race winnen? Oh, ik zit echt dicht bij deze mensen, jongen. Oh, kan ik voor het eerst een race winnen, killetje? Ga ik vierde. Beste, vierde. Oh, hij beukt tegen jou niet. Nee, ik beukte MG. Ik wil niet dat hij er voorbij gaat. Nee! 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 Oh, waarom? Ik stond heen. Nee, ik wou hem beuken toch? Ik beuk mezelf gewoon dood tegen de muur aan. Oh, dan ga ik zeker... eerste, nou sta ik vierde. Oh, dan ga ik zeker ook de fucking laatste worden, vind ik. Oh, kom op. Ja, eerste. Oké, dan gun ik het jou, man. Win nee, shit. Nee. Ga weg. Nee. Je hebt nee. Toch gewonnen? Oh. Wauw. Ik stond eerste en toen knalde ik ergens tegenaan. En dan sta ik vijf. Wauw, ik heb een checkpoint gemist. Ik stond 12. En nou weer laatste, bro. Ja. Ik ga gewoon letterlijk laatste. Oh, ik wil nog de derde worden. Wat? Ik wil nog derde worden. Ja. Bijna. Oh. Ja, wauw. Dat is echt kut, man. Ik mis gewoon een checkpoint. Oh, shit. Nou, die laatste... Het is echt gewoon... Deze video is het gewoon zo gegaan. Ik begon vierde. Toen werd ik zesde of zo. Of achtste. Toen werd ik tiende. En nu word ik ook nog... één na laatste! Oh, yeah! Wow, er was nog één gast die stond gewoon stil voor de finish. Ik ben één na laatste. Deze man. Ik weet niet hoe hij moet rijden, hè? Ja. Oh, you finished one. You finished first. Met nog een 1 erachter. Oké. Nou, ondanks dat ik super slecht geraced heb, Entity is wel één keer eerst geworden, gelukkig. Dan hoop ik toch dat jullie deze video leuk vonden. Ik heb nu fucking last van mijn keel van het schreeuwen. Vond je deze video nou leuk? Vergeet hem dan niet even te liken. Even te subscriben op mijn kanaal. Check natuurlijk Entity's kanaal ook nog even. Die staat in de beschrijving van deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik zeg later.